Oké, we zitten op dit moment in een hele aparte situatie qua videokaarten. Nvidia heeft momenteel de RTX 3000 serie aangekondigd. AMD komt met Big Navi binnenkort. En het zijn allemaal gloednieuwe videokaarten. Maar wat nou als je dan op zoek bent naar een videokaart die toch lekker snel is, jouw favoriete games op lekker hoge settings kan spelen, zonder dat je in één keer echt compleet blut gaat worden? Nou, dat antwoord heb ik hier. Yo, dit is Mark van TechTime en tof dat je kijkt naar deze video. De afgelopen tijd is er zo ontzettend veel gebeurd in de videokaartwereld. Nvidia heeft namelijk hun nieuwste generatie RTX videokaarten uitgebracht. En binnenkort is de beurt aan AMD met hun Big Navi reveal. En dat is allemaal hartstikke tof. Allemaal leuk die high performance en de hoge resoluties. Maar wat nou als je dat zelf nou totaal niet zoekt? Dan ga je al snel kijken naar het midrange segment. En dan kom je op zich al vrij snel uit bij deze Radeon RX 5600 XT. En ik ga je alles vertellen erover in deze video. En ben je nou nieuw op het kanaal en ben je gek op tech video's? Zorg ervoor dat je geabonneerd bent en zet dat belletje aan. En duimpje omhoog wordt ook ontzettend gewaardeerd. Even een stukje terug. De AMD Radeon RX 6500 XT. Dat is een videokaart die eigenlijk begin het jaar al is uitgekomen. En het is al een best wel leuk jaar geweest. Deze videokaart wil gewoon zo lekker mogelijke prestaties geven voor een best leuke prijs. Oké, je moet weliswaar ook raytracing gaan missen op deze videokaart, want AMD heeft dat momenteel nog niet klaar. Wat ze wel weer bijvoorbeeld hebben is een speciale FPS boost optie. Stel je bent nou bijvoorbeeld een diehard CSGO speler. Als je dan heel snel die muis beweegt, dan gaat jouw framerate flink stijgen. En dat is heel handig voor je reactietijd. De resolutie van een gameplay beeld wordt namelijk een flink klap omlaag geschroefd, zonder dat je het eigenlijk echt merkt. En daarmee krijg je ook meer FPS uit je videokaart. AMD videokaart hebben ook native ondersteuning voor AMD FreeSync en laat juist dat heel veel aanwezig zijn in allemaal schermen. Maar met AMD FreeSync pas je dus als het ware jouw klok van jouw scherm aan, gebaseerd op de hoeveelheid FPS die eruit komt. Maar dat is ook weer een gratis extraatje die AMD dan meegeeft. Deze videokaart heeft ook nog eens native ondersteuning voor PCI Express 4.0, maar er staat er ook wel een paar andere dingen tegenover. Deze AMD Radeon videokaart heeft bijvoorbeeld geen ondersteuning voor raytracing. Raytracing, hoe je dat tegenwoordig wel kent, zijn die hele mooie reflecties die je wel eens kan zien in games. Al die hele toffe reflecties, schaduwen, dat het allemaal nog realistischer eruit ziet, ja, dat moet je wel gaan missen met deze videokaart. Aan de andere kant, heb je dat wel echt nodig op dit moment? De 2060 heeft wel ondersteuning voor raytracing, maar de prestaties daarmee vallen wel tegen. Laten we eens even kijken naar de specificaties. We hebben hier de AMD Radeon RX 6500 XT, 14 gigabit. En dit is dan toevallig eentje van XFX. En voor de rest heeft hij 6 gigabyte GDDR6 geheugen, gebak op 7 nanometer en heeft een TDP van 150 watt. Oké, dan is het dus als het ware zo dat de AMD Radeon RX 6500 XT dus interessanter is voor gamers als je dus kijkt naar die functionaliteit. Ja, op papier eigenlijk wel. Wat ga je nou bijvoorbeeld ook kijken naar content creators zoals bijvoorbeeld YouTubers of streamers of weet ik veel allemaal wat, video editors ook bijvoorbeeld. Dan heb je bijvoorbeeld wat meer profijt met een Nvidia videokaart dankzij die NVENC encoder, want die is daar een klap krachtiger mee. Maar ben je nou iemand die echt voornamelijk wil gaan gamen, dan zal deze videokaart ook wel interessant zijn. En er zijn natuurlijk ook even wat benchmarks gedraaid. En ik was best wel verbaasd eigenlijk hoe krachtig deze kaart is. Moet je maar eens even kijken wat we hier allemaal hebben. We beginnen met Shadows of War. En deze is getest op ultra settings. En op 1080p haalde je toen 96 fps. En op 4K resolutie 37 fps. Dat is op zich wel een nette score. Zeker als je ook wil gaan gamen op 1440p. Check dan ook even Metro Exodus op Ultra, dan is dit speelbaar op een Full HD resolutie, maar op 4K tikt hij alleen net niet de 30 fps aan. En helemaal ook op de Extreme preset. Check dan even Borderlands 3, ja op medium settings is dit op 4K resolutie te doen. Maar zet je nou die instellingen op Badass, dan tikt hij dus de 24 fps aan. Ben je nou meer een stealth gamer, dan heb je meer aan Hitman 2. Op 4K resolutie tikt deze op ultra de 42 fps aan. Ben je meer een racer, dan heb je op Forza Horizon 4 meer dan 69 fps. En dat is dan een van de eerste titels die dan ook meer dan 60 fps gemiddeld weet te halen. Voor de rest, Ghost Recon Breakpoint heeft het heel moeilijk op ultimate settings. 15,3 fps op 4K, maar wil je dit alsnog compleet maxed out gaan hebben boven de 60, dan moet je Full HD gaan spelen.
En vaak Cry 5 weet op 1440p met ultra boven de 60 fps uit te komen. Maar wil je echt het maximale en de allerhoogste resolutie, dan moet je het doen met 44 fps. En check dan ook even Shadow of the Tomb Raider met SMAA 4K aan op de allerhoogste instellingen. Dan is het hier ook hier een pittige. Op 4K resolutie tik je dan de 22 fps aan. En op 1440p is het 41 en op 1080p zit je op 62. F1 2020, een hele bekende racegame, is hier geen uitdaging. Op ultra high settings en 4K resolutie zit je boven de magische grens van 60 fps. Nu zul je misschien wat vraagtekens hebben bij deze resultaten. Waarom is hij op 4K allerhoogste settings nou niet heel erg snel? Simpel, daar is deze kaart niet voor gemaakt. Deze kaart is ervoor gemaakt om op Full HD en 1440p heel erg concurrerend te zijn voor hele snelle games. Dit is bijvoorbeeld aan Fortnite, Valorant, CSGO, Overwatch, Call of Duty. Daar is deze videokaart meer voor gemaakt. Wil je nou echt de allerhoogste instellingen hebben op 4K resolutie? Ja, dan ga je dat niet redden met een budget van €300. Zelfs de RTX 2060 is daarvoor niet in staat. En ik denk dat in de loop van de tijd dat er alsnog wel kaarten gaan uitkomen rond dit prijssegment die daar heel concurrerend voor zijn. Maar wil je nou echt gaan gamen op 4K en de allerhoogste settings, ja, dan moet je toch wel wat meer gaan uitgeven. Maar ja, is deze videokaart nou voor jou geschikt? Dat ligt echt puur aan wat je ermee wil gaan doen. Ben je nou echt een diehard gamer? Ja, dan is deze Radeon RX 6500 XT wel een hele goede optie. Zelfs op 1440p weet deze kaart makkelijk bij te benen. En op 4K, ja, dan moet je wel een paar titels even flink even naar beneden schroeven. Ga je ook nog eens even kijken naar de stroomverbruik, dan is deze ook heel erg netjes voor zijn cijfers. Dus al met al, AMD heeft met de 6500 XT wel een hele leuke kaart op de markt gezet. Alleen ik ben heel erg bang dat hij de komende tijd ondergesneeuwd gaat worden door al die nieuwe videokaarten. Dus ik hoop heel erg dat er binnenkort een videokaart uitkomt die eigenlijk deze kaart kan opvolgen. Maar ja, we gaan eerst even aan de slag met het high-end segment. En voordat we dan naar midrange gaan, dan zijn we wel weer een tijdje verder. Maar ben je nou bijvoorbeeld een streamer of content creator, ja, dan heb je toch wel meer profijt van een Nvidia videokaart. Die NVENC encoder is echt klapsneller en zeker voor streams is dat alsnog een flink verschil. Ben jij echt meer een content creator, dan zou ik toch eerder neigen naar de Nvidia videokaarten. Maar ben je nou meer een diehard gamer en je wilt de beste game ervaring hebben die op dit moment op de markt is, ja, dan kom je toch alsnog heel snel uit bij deze AMD Radeon videokaart. Dus dat is even zo een kleine overview van wat deze kaart allemaal kan. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat ik je ook een stuk verder heb geholpen met het samenstellen van jouw PC. Is dat zo het geval? Een duimpje omhoog wordt ontzettend gewaardeerd. Zorg ook voor dat je geabonneerd bent als je nog meer techvideo's wil zien. En heb je het belletje nog niet aangezet, doe het dan ook vooral even zeker. Krijg je een melding als er een nieuwe video online is. Maar wat denk jij nou over deze videokaart? Zal dit voor jou een interessante investering zijn? Of blijf je gewoon lekker bij de kaart die je nu hebt? Laat me gewoon even weten in de reactie beneden. En mocht je nog een andere video van ons willen zien, check dan even zeker de outro, want we hebben daar 4 kaarten altijd staan met een paar hele toffe video's. En de kans dat er daar ook wel iets voor jou tussen zit. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor je support. Die is werkbaar insane. En we gaan lekker door. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.